Het lijkt erop dat Fidan Eekis voorlopig niet welkom is aan de tafel van Vandaag in Inside, althans niet zolang Wilfred Gené er iets over te zeggen heeft. De sfeer aan die tafel lijkt soms meer op een mijnenveld dan op een gezellig gesprek, en gasten worden zonder pardon aan de kant geschoven als er ook maar enige wrijving ontstaat. Met een kijkerspubliek van rond een miljoen is Vandaag in Said een van de meest invloedrijke talkshows van het land geworden, een waardevol bezit voor SBS 6. De vaste gasten zijn een integraal onderdeel van het succes maar het vinden van de juiste match blijkt geen sinecure. Als de chemie niet goed is of er ontstaat een conflict, dan verdwijnt de gast vaak voorgoed van het scherm. René van der Gijp en Johan Derksen, twee steunpilaren van de show, doen wat luchtig over het uitkikken van gasten, maar er zit duidelijk meer achter. De woorden van Johan, met zijn karakteristieke directheid, laten weinig ruimte voor interpretatie. Fidan Ekis komt er voorlopig niet in bij Vandaag in Insight, omdat Wilfred Gené nog een appeltje met haar te schillen heeft. De reden? Een kritisch interview dat Fidan ooit met Wilfred deed, waarbij de verwachtingen van een mentorrelatie botsten met de realiteit van een scherp journalistiek gesprek. Het resultaat? Een schreeuwpartij van epische proporties, die zelfs de omstanders deed verstommen van verbazing. Deze achtergrond laat zien dat de wereld van televisie niet altijd zo glamoureus is als het lijkt. Achter de schermen woeden soms persoonlijke vetes en gekwetste ego's. Die de dynamiek van een programma kunnen beïnvloeden en zelfs bepalen wie er wel en niet aan tafel mag zitten. En voor Fidan Ekis lijkt die stoel voorlopig nog even buiten bereik.